Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een pashokje shoplog voor jullie. Het klinkt hier een beetje hol. Ik ben weer terug bij mijn ouders. Nee, ik ben niet weer terug gaan wonen bij mijn ouders. Maar mijn ouders zijn op dit moment op vakantie, dus ik moet op de poes passen. En het klinkt hier dus een beetje hol omdat het plafond hier enorm hoog is. Dus sorry daarvoor. Maar ik heb vandaag dus weer een pashokje shoplog voor jullie. Ik ben naar 2 winkels geweest, dus het is niet een mega uitgebreide zoals ik normaal altijd doe. Maar ik denk wel een hele leuke. Ik ben naar de Zara geweest en naar de Kosters om vooral sale te gaan shoppen. Want ja, wie houdt er nou niet van goedkope, leuke kleding? Nou, ik in ieder geval wel. En daarom ben ik naar deze 2 winkels gegaan. Want de Kosters vind ik vaak echt ontzettend leuk. Maar wel vaak heel erg duur. En in de sale kan ik daar altijd echt de beste koopjes scoren. De Zara is sowieso een van mijn favoriete winkels. Misschien zelfs wel mijn favoriete. Want ik slaag er eigenlijk altijd. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee de pashokjes in. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Mocht het zo zijn, abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, ik sta nu in de Zara en ik ben met mijn moeder winkelen, dus ik wil lekker veel op de paskamer mee innemen. Dat heb ik ook gedaan, want ze hebben echt veel leuke dingetjes. Ik zal het even laten zien. Nou, hier zie je een korte preview van wat ik allemaal ga passen. Ik ben heel benieuwd. Ik begin eventjes met deze witte broek, maar nope. Ik vind dit helemaal niks. Heel raar model, hij is in de sale voor 10 euro, dus ik dacht ik probeer het gewoon. Maar ik vind hem een beetje vreemd zitten. Hij is een beetje groot ook, omdat hij een maatje te groot is. Hij is te kort. Nee, ik vind dit helemaal niks. Volgende is dit rokje. Deze is €7,99. Leuk lege groen leren rokje, alleen ik vind die zakken dus heel raar. Ik twijfel een beetje, heb ik hem niet verkeerd om? Moet hij misschien zo? Ik weet het niet. Nee, zo moet hij niet. Want dan moet je je handen wel heel raar in je zakken doen. Dus hij hoort echt zo. Maar dan vind ik die zakken heel raar zitten. Dus heel breed maakt hij ook. Dit hoort hem ook niet, helaas. Dan heb ik hier deze jurk. Deze had mijn moeder net aan. En ik vond hem maar zo mooi staan. Dus ik dacht, die wil ik ook passen. Dit is ze. Maar ik weet niet. Ik vind hem voor mij misschien net een beetje te tuttig of zo. Maar mijn moeder vond hij echt heel mooi. Maar nee, hij had van mij dan langer gemogen. Of korter. Maar dit vind ik een beetje gekke lengte. Dus nee, voor mij is hij helaas niks. Hij is €20 trouwens. Hij zit wel heel mooi. Hij valt echt mooi. Dan heb ik ook nog deze jurk. En dit lijkt nu echt op een soepjurk. Maar als je dit tailleert met een leuk riempje. Ja, nee, dan is hij alsnog eigenlijk niet leuk. Nee, ook deze is €20. Ik dacht dat dit wel leuk ging staan. Maar helaas, het is echt een beetje een soepjurk. Nee, ook niet. Volgende. Nou, het is vandaag een beetje nationale soepjurkendag, heb ik het idee. Want ik heb er weer een aan. Deze vind ik wel iets leuker. Maar moet je ook zien met een riempje, denk ik. Hij is wel heel zwierig. Maar nee, ik weet niet of dit echt iets van mij is. Hij is €50. En nee, een beetje oma-achtig, heb ik het idee. Nope, ook deze ga ik niet kopen. Oké, dan even iets anders dan soepjurken. Namelijk deze 2 items. Ik vind dit kleurtje zo mooi. Deze ga ik echt mee naar huis nemen. Deze is €12,95. En dit vind ik gewoon echt een geweldig dingetje. Die kleur, die glans. Helemaal mooi. Hij schijnt een klein beetje door bij mijn BH. Maar dan moet ik gewoon een gladde BH eronder doen. En dat kan je op zoveel manieren combineren. Ook op vakantie denk ik dat het heel leuk is. En ik zag deze broek erbij. En die vond ik er wel mooi bij passen. Maar ik denk niet dat ik deze ga nemen. Omdat ik hem... Ja, ik weet niet. Ik vind hem net niet of zo. Hij is net te wijd, denk ik. En hij is ook wel lang. Ik vind op zich de print wel mooi. Maar nee, ik vind het net niet. Hij kost trouwens €40. En ik heb dus alles in maat S, tenzij ik anders vertel. Maar goed, het shirtje vind ik wel heel leuk. Misschien moet ik het er overheen doen. Is dat leuker? Nee. Maar ik vind het shirtje wel leuker. Dan heb ik ook nog dit glitterhoekje. Heel veel glitters. Hij gaat alleen de hele tijd open. Je moet hem boven dicht doen met een knoopje. En dat heb ik nu even niet gedaan. Maar hij is verder ook wel heel erg kort. Ja, echt. Mijn kont komt er nog net niet onderuit. Dus ik ga hem niet nemen. Maar ik vond het gewoon zo leuk om hem eventjes te passen. Dit is toch fantastisch voor een feestje. Oh, helemaal leuk. Maar ik ga het niet kopen. Zo op het shirtje vind ik trouwens ook heel leuk staan. Er staat geen prijs op, dus hij is gratis. Joepie. Nou, hier begrijp ik nou helemaal niks van. Ik heb het ook trouwens bloedheet hier, want de airco is kapot. Maar deze broek past niet. Dit is een maat 38. Zo zie je maar weer, van maat kun je niet op aan. Jammer, want ik denk dat het wel een leuke witte broek had kunnen zijn. Maar ik krijg hem echt niet dicht. Het komt ook omdat het alleen maar knopen zijn. Maar ja,
Het is niet anders. Oké, ik kon het niet laten om ook dit rokje nog eventjes in het zilver te passen. Deze is dan wel iets duurder, 40 euro. En ik weet ook eigenlijk niet of ik hem echt leuk vind staan. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Jammer. Ik vind zilver dus wel heel mooi. En ik hou van glitters. Ik ben net een extra, maar... Nee, ik weet niet. Hij zit hieronder ook. Oh. Oh. Het is een broekje. Hè? Nou, daar kom ik echt nu pas achter. Ik dacht al, wat zit het hier aan? Oké, dan. Nou, heb ik het wel snel aangekregen in één keer. Wel makkelijk, maar ik ga het alsnog niet doen. Nee. Dan heb ik ook nog dit vogelpakje. Deze zag er zo leuk uit toen ik hem zag liggen. Maar nu ik hem aan heb, denk ik echt, nou, ik voel me een beetje Pino. Dus, nee, ik weet niet. Ja, het heet op zich misschien wel iets, maar niet op deze broek. Absoluut niet. Misschien gewoon op een spijkerbroek. Hij is ook vrij kropt. Hij is wel lekker wijd. Ik weet niet, ja, hoe langer ik er naar kijk, hoe leuker ik hem ga vinden eigenlijk. Hebben jullie dat ook wel eens? Ik heb dat echt heel vaak. Misschien gewoon op een mom jeans of zo. Nou ga ik twijfelen. Hij is 25,95. Oké, nou dat was het bij de Zara. Ik ga nu door naar een andere winkel. Ik heb niet heel lang de tijd om vandaag te shoppen, maar ik had gewoon echt zin om een paspoortje shoplog te maken. Dus ik ga gewoon nog wel een andere winkel even uittesten wat ze allemaal hebben. Ik vond alleen niet zo'n heel groot succes hier. Dus ik hoop dat het bij de tweede winkel waar ik heen ga leuker is. Ik moet even kijken. Ik denk naar de Bershka of de H&M. Ik moet even kijken. Mijn moeder wil nog naar de Kostes. Ik ga gewoon even kijken waarvan ik ga. Ik sta nu in de Kostes, want mijn moeder die wilde een riempje. En ik kom in een kleedkamer met 800 kledingstukken. Zo gaat dat nou altijd bij mij. Maar ze hebben wel echt hele leuke dingen. Ook de haar hier. Ook in de sale hebben ze heel veel leuke dingetjes. Dus ik heb super veel gevonden. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat staan. Ik denk eigenlijk dat het allemaal leuk gaat zijn. Nou, we gaan gewoon door met de soepjurken shoplog. Want ik kon het weer niet laten om deze jurk te passen. Ik weet niet, ik vind dit soort jurken dus altijd zo mooi staan bij andere mensen. Maar als ik het zelf dan aan heb, dan denk ik ja... Ja, nee, gewoon net niet of zo. Ik vind het printje wel heel mooi, maar misschien als die een andere kleur was geweest, dat het ja, beter bij mij zou passen. Het is op zich wel een hele mooie jurk. Er zitten heel veel laagjes in en allemaal gouden details. Dus het is wel heel leuk, maar het past gewoon niet bij mij of zo. Dus nee, ik ga dit niet nemen. Hij is trouwens 70 euro, dus ook helemaal niet goedkoop. Maar ja, dat is de kosten nou eenmaal. Oké, volgende jurkje is deze. Een zwarte met gouden stipjes. En ik weet niet, ik vind vandaag gewoon helemaal niks leuk bij mij staan. Ik weet niet wat het is. Veel te tuttig ook weer dit. Ik zag hem hangen op de hanger en ik dacht echt, oh wat leuk. Maar nee, nee, het past gewoon niet bij mij. Jammer dit. Niks is leuk, heb ik het idee. Oh, en hij kost 70 euro. Of 60, sorry, 60 euro. Oké, nu begint het er meer op te lijken. Dit is wel echt mijn ding. Helemaal leuk. En ik zag dit dus hangen op een pop en ik dacht meteen, dit is leuk, dit wil ik ook passen en hebben. En ze hadden dus deze riem erbij, maar ik kan hem dus niet omdoen, want er zit zo'n irritant alarmding op. Waarom jatten mensen toch dat ik nu niet eens een riem kan passen? Maar goed, ik vind de outfit wel heel leuk. Die rok is echt zo mooi. En het is een wrap skirt en hij is echt heel lang. Ik vind het heel leuk hoor. Echt een mooie rok. En dat shirtje erbij, love it. Kijk even voor jullie beeldvorming. Dit is dus die riem en er zit een slangetje op. Ik vind het echt zo leuk, staan hierbij. Ik wil dit gewoon hebben, dit allemaal. Ik vind het echt heel leuk met zwarte sandalen of zo. Ik zie het helemaal voor me. Ik heb er heel eventjes één gym bij gedaan. Ik vind het zo'n leuke rok. Het enige is dat die 50 euro kost. En dan denk ik toch weer, ja, vind ik het dat waard? Want zo vaak draag ik dezelfde kledingstukken natuurlijk niet, omdat mijn kledingkast vol hangt. Maar ik vind het wel heel mooi voor mijn werk, gewoon in plaats van een broek. Maar ik twijfel echt mee. En die riem die is trouwens 25 euro. En dit t-shirt kost ook 25 euro. Maar goed, t-shirts heb ik in principe genoeg. Maar ik dacht, even voor de bijen om te passen. Maar goed, ik twijfel heel erg. Deze is ook zo leuk hoor. Oh, het is een beetje oranje. Met ook allemaal gouden stipjes. Oh my god, dit is zo leuk. Ik hou hiervan. Helemaal fantastisch. En deze is 25 euro in de sale. Dus dat vind ik nog wel te doen. Ja, dit is zo leuk. Ik hou hier echt van zulke rokjes. Als het zomer is, dan zijn dit de rokjes die ik echt het liefste draag. Dan heb ik hier nog zo'n rokje. Maar deze vind ik dan qua kleuren misschien net iets minder bij me passen. En deze is 40 euro in de sale. Dus ja, ik vind hem wel heel leuk. Maar ik vind die andere eigenlijk leuker. Dus die andere ga ik nemen. Ik heb nu even dat gouden riempje eromheen gedaan die mijn moeder gaat kopen. Die is wel echt leuk, hè? Maar ik heb net zoiets op Ali besteld. Daar wacht ik nog op. Daar ga ik natuurlijk ook een AliExpress shoplog van maken. Maar daar wacht ik dus nog op. Maar hij is wel heel leuk. Hij is 20 euro hier.
bij Ali besteld voor 1 euro. Dan heb ik ook nog deze witte paperback broek. Ook een mooie hoor, in de sale voor 25 euro. Ik heb hier altijd een maatje kleiner, heb ik het idee. Want dit is een maat XS en die zit eigenlijk ja, precies goed. Als je hem even zo omlaag doet. Ja, ik vind hem wel mooi, maar ik heb al een witte pantalon. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik het pas. Ik vind het gewoon leuk om erin te passen. Maar goed, hij is wel heel mooi. Dus zeker een tipje als je nog op zoek bent naar een witte pantalon. Hij is ook best wel op zich lang genoeg. Ja, mooie broek. Oké, volgende is dit topje. Hij schijnt door, maar je ziet het niet. Je ziet helemaal niks eronder of zo. En het is natuurlijk een leuk pantenprintje. Ik vind deze eigenlijk wel leuk, maar ik had hem eigenlijk al in een maatje groter gewild. Hij staat trouwens vreselijk op deze broek, dus daar moet je niet op letten. Maar ik vind het altijd wel fijn als het echt lekker losvallend is. Ik vind hem wel heel leuk hoor. Ik heb hem half in mijn broek nu. Even kijken hoe duur die is. Even kijken. 15 euro. Nou, is wel leuk toch? Ja, like it. Nou, dan heb ik hier nog deze jurk als een na laatste. Een lange stippenjurk. Dus echt best wel lang met lange mouwen. En ik heb er dan dit zilveren riempje even omgedaan. Ah, ik weet het niet zo goed. Ik vind het op zich wel leuk, maar misschien is het ook weer een beetje pyjama of zo. Ik weet het gewoon niet. Even aan mijn moeder vragen. Mijn moeder vond het wel leuk, maar wel heel netjes en degelijk. En daar kan ik er wel in vinden. Ik voel me een soort non in deze jurk. Oh, deze vind ik leuk. Hier zit ook een soort licht pantenprintje in of zo. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij is lekker geel in de sale voor 15 euro. Ik vind dit helemaal leuk. Ook eigenlijk op de broek hoe ik het nu aan heb. Ja, deze ga ik sowieso meenemen. Hartstikke leuk. Het is wel maat L, maar ik hou er wel van als het een beetje losvallend is. Zodat ik het lekker zo kan poffen uit mijn broek. Helemaal leuk deze. Nou, dan was dit de video weer voor deze keer. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even in de reacties weten welk kledingstuk jij het leukste vond. Laat ook even weten of jij nog onlangs iets leuks hebt gekocht. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!